Goedemiddag allemaal, hartstikke leuk dat je kijkt. Dit is de laatste video voor dit jaar, maar wel eentje waarin we helemaal gaan uitleggen hoe werkt zo'n vrachtwagen nou eigenlijk. En waarom doen we wat we doen? En waarom kunnen wij uw paard eigenlijk heel veilig en comfortabel vervoeren? Nou, dit is dan de nieuwe vrachtwagen. Zoals heel veel mensen al wel weten, laten wij onze vrachtwagens maken bij Steffex Horse Trucks in België. Topmerk, topservice, topmensen, super vriendelijk. En zijn we eigenlijk samen aan het ontwerpen gegaan voor deze auto. Want Steffex is natuurlijk heel erg bekend van met name de luxere auto's voor concoursmensen. Ruiters met livings en allerlei uitschuifdelen erin. Maar dit is natuurlijk gewoon een recht toe recht aan auto. Waar je gewoon 11 of 12 of met de aanhangwagen achter 17 paarden op kan vervoeren. En dat was voor Steffex een beetje nieuw. Er is zoveel moois aan deze auto dat we gewoon maar ergens beginnen. En we beginnen dus even aan de andere kant. Daar hebben we die hele mooie speciale loopschotten voor deze vrachtwagen onder andere gemaakt. Zodat je de paarden van buitenaf kan water geven en voeren. De schotten die kunnen we allemaal naar beneden doen. Dat zijn loopschotten. Die hebben we hier ook nog. En die hebben we hier ook nog. Hier is natuurlijk de klep. Want als je op de klep gaat, kan je van schot naar schot naar schot lopen. Dan gaan de bovenkanten gaan open. En je kan eigenlijk de paarden van buitenaf water en hooi geven. En dat komt natuurlijk omdat we de binnenkanten zijn helemaal gesloten systemen, zodat de paarden los kunnen staan. En als een paard los staat, dan kan hij met zijn hals naar beneden. Waardoor het vocht als het ware naar beneden kan druppelen en niet in zijn longen terecht komt. Heel makkelijk is het dus water geven, hooizakken voeren, helemaal als je met z'n tweeën bent. We hangen ze erin, je doet de klep dicht en je kan weer verder. Dus het bespaart heel veel werk en voor de paarden is het helemaal niet onhandig, want je kan, ja, hij hoeft eigenlijk niet steeds voor ze langs. Als je bijvoorbeeld op een boot staat of het is warm weer of wat ook, dan kan je gewoon de tralies dicht doen. En dat moet omdat die paarden natuurlijk los kunnen staan. Dan hebben ze toch frisse lucht op de boot. Tegelijkertijd staan ze gewoon veilig achter de tralies. Ja, eigenlijk een ideale constructie. En deze raampjes, nu zijn ze natuurlijk dicht. Maar die kunnen natuurlijk gewoon open. Hop, dat kan ook van buitenaf. We doen hem dicht. En de paarden hebben ook gewoon lucht van buitenaf. Om zo comfortabel mogelijk een reis te geven, dat begint eigenlijk al bij het laden. Als je hier ziet, dan is de opstap voor zo'n paard, die zit al bijna op een meter. Om dat nou te veranderen, kunnen we de hele auto in zijn lucht laten zakken. Waardoor de opstaphelling eigenlijk verlaagd wordt tot het minimum. Vanaf hier waar we net stonden, is die gezakt naar hier met bijna 20 centimeter. Dat vindt zich terug in de helling van het laden. Zie je dat die helling zo ongelooflijk vlak is eigenlijk, dat het voor paarden, die, zeker paarden die lastig laden, al een heel stuk minder moeilijk wordt om toch die auto in te gaan. Wat deze auto zo uniek maakt, is dat paarden, indien de klant dat wenst, of helemaal los kunnen staan, of aangebonden kunnen staan, maar allebei op een heel prettige manier. Dus ze hebben eigenlijk alle ruimte voor zichzelf. En daarmee is het eigenlijk een hele prettige manier van reizen. Het lucht en licht in auto's is ontzettend belangrijk. Bij dag hebben we altijd het witte ledlicht aanstaan. Maar 's nachts heb je natuurlijk altijd licht flitsen van buiten. Dan is het fijn A, om de paarden wat rust te geven aan de ogen. Maar ze ook niet in het donker te zetten, want dan zouden de lichten van buiten weer heel erg fel zijn. Daarom hebben we in de auto's ook blauw licht. En dan hebben we onze auto's natuurlijk ventilatiesystemen om te zorgen dat het prettig blijft in de auto's. Die kunnen we vanaf hier, maar ook vanuit de cabine besturen. Om nou de paarden maximum aan lucht vanuit buiten en ventilatie in de auto te geven, kunnen we ook nog alle dakluiken openzetten, waarmee ze van buitenaf genoeg en frisse lucht krijgen. Al onze auto's hebben ook camerasystemen. Je ziet hier een camera die de paarden vanaf de achterkant continu in beeld heeft. En dan heb je aan de andere kant, aan de voorkant van de auto, heb je nog een camera. En wat heel belangrijk is voor een gezonde stalklimaat in de auto, is als er echt een dikke laag
zaagsel of krullen in die auto liggen. Die nemen het vocht op. Paarden vinden het niet prettig als ze plassen onderweg, want dan kan het tegen de benen spetteren. Als we dan zorgen voor een dikke laag krullen, die neemt het vocht op. Lucht in de auto die blijft prettig. Paarden durven daardoor te plassen en als ze plassen willen ze meestal ook weer drinken. Een paard dat niet plast, zal eigenlijk ook heel weinig drinken onderweg. Dan vervoeren we natuurlijk niet alleen maar handelspaarden of particulieren die naar wedstrijden gaan. Noem het. Hè. Elk paard wat je kan bedenken vervoeren wij. Behalve slachtpaarden. Daar beginnen we gewoon niet aan. Maar voor de concourspaarden kan het soms zo zijn dat we voor een klant 10 of 12 concourspaarden meenemen. En dan weet je misschien wel, dan hebben ze van die grote concourskisten die dan ook mee moeten tijdens de reis. Nou, we hebben hier een zijlader. Tegenover die zijlader kunnen we een lier inpluggen. Die zit gewoon met een afneembaar systeem gemonteerd aan de wand. En die kan met een hele simpele druk op de knop hier bediend worden, waardoor we de grote concourskisten de auto optrekken. Hebben we hem niet nodig en moet hier een paard staan, dan kunnen we hem zo direct afnemen en dan leggen we hem weg en dan zit hij ook niemand in de weg. Vervoer voor paarden, dat is vandaag de dag echt aan heel veel regels en strenge regels onderhevig. En dat moet ook, want u wilt dat uw paard op een prettige, veilige en comfortabele manier vervoerd wordt. Dat onze wetgeving daar haar steentje aan bijdraagt, dat mogen duidelijk zijn. Daarom heeft elke auto vandaag de dag een GPS-systeem. En een GPS-systeem houdt in dat we temperatuursensor hebben zitten. Die zit in elke auto. En die temperatuursensor die houdt continu, en dat betekent per minuut, de temperatuur in de auto bij. En die stuurt die en naar kantoor en naar een digitaal platform waarop wij zijn aangesloten. Dat doet hij gedurende de hele reis. Dan hebben we aan de andere kant nog klepsensoren zitten. Een klepsensor die zit hier en onderaan de klep zit een soortgelijk apparaatje. Op het moment dat de klep dicht gaat, maken ze contact. Op het moment dat die open gaat, vervalt het contact. En zo weet het GPS-systeem exact in welke plaats en in welk postcodegebied de klep open is geweest. Soms is het nodig voor bepaalde paarden die vervoerd moeten worden, omdat ze afwijkend paspoort hebben, dat we kunnen aantonen in welk gebied of in welke postcode de klep open is geweest. En dat, ja, dat soms moet dat bijgehouden worden. Op kantoor kunnen we op dat moment ook zien van hé, die klep is daar open geweest, het paard is afgeleverd. Dus het heeft ook heel erg veel voordelen. Zoals je net gezien hebt, zitten boven bij de hoofden van de paarden zitten witte lichten, blauwe lichten en er zitten ook rode lampjes tussen. Dat zijn de remlichten die gekoppeld zijn aan het remsysteem van de auto. Je merkt dat op het moment dat je met een paard gaat rijden en je gaat remmen en je hebt een paar keer geremd en dus dat de rode lampjes oplichten, dat paarden op het moment dat ze een rood lampje zien onmiddellijk een houding aannemen die zich aanpast aan het remmen van de auto. Waardoor paarden over de gehele route veel rustiger reizen. Omdat ze weten wat er gaat gebeuren. Je moet je voorstellen, zo'n paard staat daar maar. Die geeft hooi, maar die weet natuurlijk niet welke kant hij op gaat. En op deze manier kunnen de chauffeurs door van tevoren heel even het rempedaal ietsje aan te tikken zonder dat er iets gebeurt. Alvast een seintje geven, bij wijze van spreken, van hé jongens, let op. En de ervaring leert dat na 10 minuten, kwartiertje, paarden het remmen van de auto verbinden aan het lampje dat gaat branden en daardoor dus veel rustiger reizen. Weg. De chauffeurs natuurlijk van alles doen. Dat betekent ze moeten onderweg met de paarden op stal. Na elke dag reizen komen sneeuw tegen. Ze moeten hooizakken vullen. En daarom is het heel erg belangrijk dat chauffeurs alles onderweg bij zich hebben die de reis kan vergemakkelijken. Daarom hebben we op deze auto een hele mooie, geen klep, maar een la. En in die la hebben we allerlei mooie dingen. We hebben hier bijvoorbeeld een zak met alle kabels waarmee de auto aangeplugd wordt aan een stekker als ze op een stal staan. Daardoor loopt de auto niet leeg qua elektriciteit. Kan alles blijven functioneren zoals het moet functioneren. In deze la hebben we natuurlijk niet alleen maar de snoeren liggen, maar hier liggen ook hooinetten in, hooizakken, sneeuwkettingen en allerlei zaken die je gewoon netjes en makkelijk moet kunnen pakken. En dat kan met zo'n la om onderweg zo goed mogelijk en voorbereid te zijn op wat er gaat komen. Ook heel veel mee voor de paarden. Hooi, zaagsel, gereedschap aan allebei de kanten, zowel bij de aanhangwagen als bij de vrachtwagen, zitten luiken waarin je pakken zaagsel en hooi kwijt kan. Ene luik is wat groter, het andere luik is wat kleiner. Maar aan alle kanten kan je alles meenemen voor onderweg, waardoor je nooit voor verrassingen komt te staan. Deze auto is van het merk Mercedes-Benz Actros en die heeft 1200 liter brandstof kan die meenemen, die ervoor zorgt dat als wij naar Spanje rijden of naar Portugal, dat we eigenlijk met één tank en een klein beetje heen en weer kunnen. Want deze auto loopt namelijk 1 op 5,5. Nou zal de gemiddelde autorijder denken, mijn hemel, wat een verbruik.
Maar voor de vrachtwagens is dat echt enorm zuinig. En wij willen als World Horse Transport ook ons steentje bijdragen aan een schoon milieu. En om dat te kunnen doen, willen we ook graag zuinige auto's. En daar past dit merk heel erg goed bij. Naast hooi en zaagsel moeten paarden onderweg ook, hoe verrassend, water drinken. En daarom heeft deze auto, kan maar liefst 500 liter water innemen. Dat doen we hier. We klikken er een tuinslang op. Uiteraard hebben we die bij ons. En we kunnen er 500 liter water in laten lopen. Met dat water kunnen we paarden onderweg met deze waterinstallatie water geven. We kunnen ze afspoelen als dat nodig mocht zijn. Vooral in de zomerdag is het nog wel eens heel erg warm. En als we ze dan s'avonds op stal zetten, ze zijn echt bezweet geweest, dan zetten we ze lekker heel even onder de spuit als de klant dat wil. Hier zit een display. En dat display zorgt ervoor dat we precies kunnen zien hoeveel water er nog aan boord is, wat de accu-stand is, maar ook zorgt dit systeem ervoor dat het water in de winter niet bevriest. Dus ook al is de auto niet aan, dan hebben we een systeem erin zitten waardoor het water altijd ruim boven nul blijft, eigenlijk verwarmd wordt. En natuurlijk hebben deze auto's, ik zal het hier laten zien, een hele uitgebreide installatie waarmee ze bijna 48 uur zonder een stekker te gebruiken alles kunnen laten draaien. Deze auto's die hebben allemaal een systeem waarmee ze de volledige elektriciteit van de auto, dus de lampen, de ventilatie, alles voor 48 uur zelf kunnen opvangen zonder dat ze aan de stekker staan. Zover willen we dat natuurlijk niet laten komen. Dus elke auto heeft een aansluiting waarmee je de auto aan het lichtnet kan zetten op het moment dat je op een ruststal staat bijvoorbeeld om alles bij te laden. Terwijl de auto rijdt, laat die ook bij. Dus het moet wel heel raar lopen, willen we geen stroom meer hebben. Dat niet alleen, zowel de aanhangwagen als de vrachtwagen hebben allebei een eigen stroomvoorziening. En om te voorkomen dat we met het rijden de boel beschadigen, moet hij natuurlijk ook weer in rijstand. We zijn klaar voor de reis. Ik hoop dat we iets duidelijkheid hebben kunnen geven over de manier waarop wij paarden willen. We willen namelijk dat het veilig gebeurt, comfortabel gebeurt en dat uw paard fit aankomt op de plaats van bestemming. Bedankt voor het kijken, graag tot de volgende keer. En als u vragen heeft of u wil een paard vervoeren, bel ons gerust, want we leggen het namelijk zo nog een keertje uit als u dat wil. Tot ziens! Hele goede feestdagen overigens en een gelukkig nieuwjaar. Cool.